Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag is het maandag en we hebben goed nieuws, want Daniek is terug. Kijk naar de oorbellen. Oh, wacht, je bent niet scherp. Oh. Heb je die gekocht in Antwerpen? Ja. Me like you. Het is ook echt bruin in het licht. Volgens mij echt Oompa Loompa. Nee, valt mee. Als je hier gaat, dan is het erger. Ik heb net alle pakketten uitgepakt. René en Emma hebben alle pakketten hieronder gezet. Het was hier helemaal vol. Oh, sorry, dat zie je ook en niet. En ik kon niet eens zitten op de stoel. Nee. Alles was vol. En dit is ongeveer overgebleven. En dit was nog wel twee weken geleden. Tot nu toe is er niet echt iets spannends gebeurd, maar we houden natuurlijk op de hoogte deze week. We hebben post gekregen van Urban Decay, een van onze favoriete merken. En dit zit erin, maar mag ik even een momentje voor dit palet? Het ziet er niet echt geweldig uit. Het is het After Dark palet. Deze kleuren zitten daar dus in. Het is meer denk ik voor een avondlook. Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer. De B6 Vitamin Infused Complexion Prep and Priming Spray. En de D-Slick. Deze kennen jullie vast wel. Het is de Oil Control Makeup Setting Spray. Oké, we dachten, oh, leuk pakketje. Maar volgens mij heeft het iets met seks te maken. Wat is het? Mooi, het is ingepakt. Het heet Rianne S of zo? Wacht, ja. Even scherpstellen. Ja, ik heb hem. En we zien iets met vibrerende hartjes. Is dat een vibrerend hartje? I don't know. Moet je dat dan tegen je clitoris doen? Oké, dan kun je hem hier zo netjes bewaren. Oké. Oh, 50 Shades. Girl. Er zit er nog meer in. Dat is de vibrerende lippenstift. Wat is dit? Open. Is dat niet echt heel raar tegen je? Het voelt heel fijn. Ja, maar hoe grappig. Want mijn moeder denkt wel dat het een beauty blender een seksspeeltje is. Maar nu heb je het gewoon niet door. Dat het gewoon... Wow. Maar het is wel goed dat hij zo hard vindt. It's alive! It's alive! Nou, we maken ons weer prima hier. Wel leuk, zo'n pakketje. Vloggy is terug. We hebben Rocky Road chocola van Hema. Die hebben we Hema. van Roos gekregen. Oh, wat lief. Ik heb die andere zak al bijna... Zijn laatste stage dan. Is een... Oh, kijk! Oh, is het een wacht, moet ik even scherp zetten. Ja. Oeh. Moet ze allebei opeten. Ja. Oh, is het lekker. En terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo van melk hou. Echt lekker. Zit er nog meer in dan? Noten? Wel mijn lievelingsnoten. Dankjewel, Roos. Eer met je ASMR. Eén meisje reageerde, zei dat ze een ASMR-video wilde. Die mag jij dan gaan opnemen, Ren. Ik heb tijd voor. Maar Ren, mijn nagels zijn dat. Ja, maar... Dit is dus ook nog een cadeautje van Roos. Ja. Yes. Ik vind deze vet lekker. Oeh, zijn warm. Ze zijn wel warm, maar alles in die bak is heel warm. Lijkt of er een warmte-element in zit. Hey allemaal, het is vandaag dinsdag en weer een dagje met Renoin. René heeft weer de flare jeans aan. Ja. Oh, wacht, zie je het? Even lekker showen. Oh, ik lijk wel kaal. Nee, ik heb mijn haar heel strak naar achter gedaan. Dus mijn office look. En aan de floor is ook weer... Hier wordt bruin. Ja. Ja. Anne Floor is bruin, maar ik ben ook bruin. Nee, jij bent ook bruin. Ik heb zelf bruin erop gedaan. Ja, wat heb jij dan opgedaan? Ik ben net van bak geweest. Oh, maar dat is eigenlijk ook wel heel erg lekker. Dan heb je wel een beetje die vitamine D, dat vitamine D gevoel. We promoten geen zonnebank op Girls Scene. Ik ben zeg maar de goede variant en Anne Floor is de slechte variant. Ik ga nu even iets aan dit make-uploze hoofd doen. En we hebben nieuwe producten gekregen van Urban Decay. Nou ja, nieuw. Dit is niet nieuw, maar ik ga kijken of deze producten en de primer ervoor zorgen dat mijn make-up langer blijft zitten. En ik ga nu eerst even foto's maken. Misschien vind je het wel leuk om te zien welke producten ik heb gebruikt. Ik heb deze highlighter van Burberry. Even kijken. Dit is de Spring Summer 2016 Runway Palette in Nude Gold. Kun je het echt zien? Ik gebruik de Bobbi Brown Longwear Even Finish Foundation om het iets donker te maken. De Yves Saint Laurent Touche Eclat en dan deze Urban Decay producten. Tony, vertel eens wat we gaan doen. We
gaan outfitfoto's maken. Instagramfoto's maken. En het is vandaag Valentijnsdag. Wow, mooi licht. Dus we gaan nog even iets voor de lovers kopen. Ik ga wijn kopen. Rood wijn. Ja. En ik ga stokbrood kopen. Want kijk, liefde gaat mij door de maag. Bij Finno ook. En bij Finno ook. Liefde gaat door de maag, zeggen ze toch? Mijn vriend had van chocolade, dus volgens mij scoor ik hier wel punten mee. Wat ben je aan het kijken tijdens je lunchpauze? De verhuisdag 1, we gaan terug naar huis. Vlog van Annie van Wonderland. En daarna moet ik nog even Negan. Volg je Negan ook? Negan, volg ik ook. En vanochtend heb ik Jamie gekeken. Dat zou ik eigenlijk gisteravond hebben gedaan, maar daar had ik geen tijd voor. Dus dit is echt mijn ultieme lunch. Ja. Die van Jamie was ook weer leuk. Maar ik vind haar lamp ook zo leuk in huis. Dit is gewoon echt te leuk. Haar lamp, die bedoelt die lamp van Urban Outfitters. Ja, die wil ik ook nog. Ik ook. Ik ga daar een shopping over maken, over die lampen. Dat is wel leuk. Ja. Er is een pakketje binnengekomen. We gaan even kijken wat erin zit. En ik doe even de unboxing. Er zijn echt super veel dozen, maar dat is niet alleen. Helaas, niet voor ons allemaal. En ook geen eten. Oké. Okay. Valentine! Is dat eten? Is dat make-up? Ik heb geen idee. Of een seksspeeltje, net zoals gisteren. Oh wacht, het hoeft er niet. Shit, sorry. Oh, dat is echt zonde. Dit is echt een leuke doos. Wat is dit? Love. Ik zie EOS. Oké. Oh, snoepjes! Happy Valentine's Day! Dankjewel, Yushra. Yushra! En het zijn twee EOS lipbalms. Ik deze. Vind de kleur heel mooi. Ruikt het lekker? Ja. Beetje naar raspberry. En deze is denk ik dan aardbei, denk ik. Duimpjes omhoog als je fan bent van EOS. Hey allemaal, ik ben samen met Jasmijn van Fashion Scene. En we staan nu voor, wat is het? Een soort van flagship store opening. Denk het, ja. Van Hunkemuller. Van Hunkemuller. Dus we zijn heel erg benieuwd. We zijn uitgenodigd. Het is in de Kalverstraat in Amsterdam. Dus we gaan zo meteen naar binnen voor een fitting ook. En het is super druk. Check de rij. En dit is hem, het is een strik. Goedemorgen iedereen, het is vandaag woensdag. De week is weer door midden. En vandaag is best wel een rustige dag. We hebben niet zo heel veel te planning staan. Gisteren ben ik dus naar de flagship store opening van Hunkemuller in Nederland geweest. En die ligt in de Kalverstraat in Amsterdam. Hij is zo mooi. Oh my god, zo mooi. Het licht is hier zo lelijk. Maar echt een aanrader, mocht je in Amsterdam zijn of in de buurt van Amsterdam zijn, moet je echt even langs gaan. Het heeft een beetje dat Victoria's Secret stijltje. Alles heel clean, netjes opgeruimd. Nou, clean niet echt, maar gewoon dat het een beetje ruimtelijk oogt. Het is super groot, 3 verdiepingen. Focus ook echt op sport, dus mocht je echt een sportchick zijn, dan kun je daar zeker je hart op halen, want dat is echt heel tof. Maar goed, ik ga nu... Zie af en zin. Ik hoop altijd. Kijk, we hebben dus echt super veel glazen. Het is trouwens niet echt een visitekaart, want het is echt er heel lelijk uitzien. Maar ik hoop altijd dat er een groot glas is. Hallo, good morning. Dit is Tim. Kennen jullie Tim nog? Tim heeft mijn make-up gedaan. Wat heb jij? Dit is een heel lekker bril. De 3 musketeers gaan op pad om koffie te halen in de zon. Ja, nou ja, volgens mij. Doe niet. Oh, daar heb je wel zon. Ja, het gaat lekker, toch om de zon? Het gaat wel om de zon. Maar volgens mij heb je wel links. Kijk, de zon komt van die kant. Dus misschien heb je dan wel aan die kant zon. Je hebt nooit zon bij Lotte, ik zie. Jawel. Nee? Echt niet. Jawel. We kunnen het ook even om het hoekje dan kijken. Dan gaan we even om het hoekje kijken. 100% niet gelijk. Ik hoop echt dat je het niet gelijk hebt. Anders is het echt... Is nooit zon. En dan gaan we nu kijken. Ja, niet vaak zon. We gaan de test aan om te kijken of er bij Lot 61. Ik word wel echt vrolijk. Koffie is, wilde ik zeggen. Of er wel koffie is. Of er wel koffie is. Hebben jullie koffie of niet? Kut, volgens mij is er aan zon. Ja, dat denk ik ook namelijk. Maar misschien niet. Maar, en als het zo is, nou, zit iedereen daar. Nee. Nee, er zit geen zon. Er zit geen zon. Ik wil bij deze zeggen. Oké, dan gaan we toch bij Anne en Max. Pauze. Die we nooit nemen. Morning iedereen, het is vandaag donderdag. En donderdag vind ik altijd echt een hele fijne dag. Het is een beetje rustig op kantoor en ik ben nog best wel een beetje moe. Maar ik ga langzaam beginnen. Even inloggen. En vandaag ga ik naar... Jeetje, het is donker.
Maar goed, vandaag ga ik naar een event van Issy Paris. En Emma gaat zo meteen naar een event van Nintendo. En misschien wist jullie dat nog niet, maar Emma is echt super groot fan van The Sims. Dus ik hoop dat het een soort gelijkspel is. Volgens mij is het een lancering of van een nieuw spel of van een nieuwe Nintendo. Maar in ieder geval, zij gaat daar om 10 uur naartoe. Echt hard werken, hier werk wil zien. Nee, het is echt wel heel erg leuk. En het is ook echt voor werk. Ze moeten testen en waarschijnlijk komt er dan ook nog een artikel van. Dus dat zullen jullie vanzelf nog wel gaan zien. Verder, best wel leuke dingetjes weer. Gewoon een rustig weekje. Begon altijd een beetje druk in verband met mijn vakantie. Maar nu is het weer de rust is weer wedergekeerd. Afspraken zijn weer ingepland. En volgende week ga ik weer echt knallen. Nu ook, maar minder afspraken en minder events ook. Ik zal jullie sowieso meteen vanmiddag eventjes meenemen naar het event van Issy Paris. Er worden allemaal nieuwe collecties gepresenteerd van bijna alle merken die onder Issy Paris vallen. En verder ga ik vanavond weer sporten. Hi Tessje. Tess is van Details of Beauty. Moet je gaan volgen? Welkom op de vrijdag bij Girlscene, a.k.a. Emilia. Er is echt helemaal niemand. En 9 van de 10 keer is de deur ook gewoon dicht, omdat mensen gewoon vergeten dat er ook mensen op vrijdag werken. Hé, Daphne? Dit is Daphne van Trend Alert. Dus nou ja, ik ga maar aanpakken en dan werken. Girlscene Shop is aangevuld met heel veel leuke producten. Hoe cool is die? Echt love! Kijk hoe leuk! Met een banana! Oh shit, het is bananas! En een marble case, die is ook echt heel tof. En deze heb ik zelf altijd in de zomer ophangen. Het is een beetje vroeg nog, maar ik vind dit echt heel leuk om in je kamer ook te hebben hangen, maar ook buiten. Ik vind dit echt heel tof. En je hebt hier hele leuke onderzetters. Kijk. Cheers, happy! Always be awesome! En waar moet je zijn? Bij de Girlscene Masters en dat is www.girlscene.nl/shop alle producten. Het is lunchpauze! En is even geld aan pinnen en we gaan zo meteen eventjes een rondje lopen. Dat doen we eigenlijk bijna nooit. Dat moeten we gewoon meer gaan doen. We gaan meer wandelen, even wat meer even naar buiten. We zitten eigenlijk altijd achter ons bureau nog stort te tikken. Goed, ik wacht eventjes op M. Die staat daar te binnen. Heb je het koud dat je jas nog aan hebt? Ik was even bezig. Ik werkte zo hard dat ik ben vergeten om mijn jas uit te trekken. Schrijft een nieuwtje over Tinder en we werken dus samen met iStock en daar halen we al onze beelden vandaan. En laat even zien wat je krijgt als je zoekt op Tinder. Oké, snap jij het? Waarom ook die jongen? Ik weet niet. Ja, die jongen zit er dan random tussen. Echt zo tussen de boomschors en de zwammen. Ja, ik weet maar niet. Er is nergens. Normaal is het best wel bij de tijd, de billboard, maar Tinder, hot. Nou, waarom is dit ook Tinder? Mocht iemand het weten, laat het maar even hieronder reageren. Oké, ik heb dus net echt iets heel erg raars gedaan. Ik heb altijd trouwens best wel rare dingen, maar ik was net met Emma, was ik even bij haar op haar scherm aan het kijken. Toen had ik dit potje, Sally Hansen, stond hier zo heel mooi op het bureau zo. En toen stond ik een beetje te kijken en toen gleed ik uit en toen kwam zo dit, zo hier tegenaan. En nu heb ik echt super veel pijn. Zie je echt niks? Jawel. Het is een beetje dik. Ja, maar je hebt zo'n dik hoofd. Maar nu matchen ze wel met je 3D-wenkbrauwen. Ja, en dat is ook zoiets raars. Em zegt dat ik dus 3D-wenkbrauwen heb. Zoals een kaart die je oma normaal maakt. Met zo'n kussentje onder het figuurtje van de kaart. Ja, dat zeg. Maar kijk, dat zie je in het echt. En toen ik het zei, toen zei iedereen... Ja, dat heb je echt. Dat was nog het allerleukste.
Ik heb wel drie maar het is geen belediging voor de record. Ik heb ook een pony laten knippen. Dit is echt, echt weer een vrijdag dat je denkt. Nee. Ik heb geen zin. We moeten ook zo sporten. We gaan naar Pilates. We zijn allebei helemaal niet meer sportief. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog als je deze vlog leuk vond. Deze geweldige vlog. En vergeet je ook niet te abonneren op het YouTube kanaal. Want elke donderdag en zondag vind je daar een nieuwe video. Adieu voor de Dutch. Fijn weekend. Nee, niet fijn weekend. Want het komt op zondag online. Oh, oké, doei.